Goeiedag. De afgelopen dagen hebben we vaak te maken gehad met wat grijze omstandigheden, veel bewolking. Maar de maand september is gemiddeld genomen op veel plaatsen toch een hele droge en warme maand geweest. In deze nieuwe 30-daagse video gaan we ons vooral op de vraag richten, welk weer gaat oktober ons brengen? En het lijkt in eerste instantie een stuk wisselvalliger te gaan worden vanaf volgende week al. Op de kaart achter mij zien we veel groene kleuren. Nou, groen duidt op een neerslagsignaal wat ruim boven het langjarig gemiddelde ligt. Meer neerslag dan normaal dus. En normaal valt er in een week in deze tijd van het jaar zo'n 25 à 30 mm op de naste plaatsen. Maar ik denk dat we volgende week met deze neerslagsignalen toch wel lokaal daar 30 tot 50 mm boven gaan zitten. Met name in de kustgebieden waarschijnlijk. Het wordt dus een stuk wisselvalliger. En dat heeft te maken met lage drukgebieden die vanuit het westen dichterbij komen. En ons ook in de loop van de week gaan aandoen. Dat zien we ook aan de temperatuur. Bij ons nog redelijk gemiddelde waarden. Dat komt omdat het eerste deel van de week waarschijnlijk te warm verloopt. En het tweede deel van de week juist te koud. Nou, die warme lucht waar we vanaf komend weekend mee te maken gaan krijgen, zien we ten oosten en ten zuidoosten van ons liggen. En waar die lage drukgebieden naderen, verschijnen wat blauwe kleuren. Daar ligt de temperatuur dus wat beneden normaal. En wij zitten dus een beetje op dat grensvlak, gemiddeld genomen. Maar er zullen wel grote verschillen zijn tussen het eerste en het tweede deel van de week. Dat zien we ook terug in de pluim. In de eerste dagen hebben we nog te maken met temperaturen rond een graad of 20 op veel plaatsen, zeker in het binnenland. Maar vanaf dinsdag, woensdag valt die temperatuur toch wat terug naar hooguit een graad of 14, 15, terwijl 18 graden nog wel normaal is voor deze tijd van het jaar. Nou, op de lange termijn kan de temperatuur voorzichtig wel weer gaan oplopen. Er zit nog wel wat onzekerheid in en dat heeft te maken met de straalstroom. Een sterke wind op 10 kilometer hoogte. Die komt volgende week dus waarschijnlijk recht over ons gebied te liggen. Maar gaat begin oktober weer wat naar het noorden toeschuiven. Nou, met die straalstroom worden die lage drukgebieden ook meegenomen. En die zitten ook waarschijnlijk begin oktober vooral ten noorden van ons. Dat betekent dat wij vooral met een zuidwestelijke stroming zitten, waarin soms nog best een warme dag tussen kan zitten met temperaturen van 20 graden of zelfs iets meer. Nou, ten zuiden van ons bevindt zich een groot hoogdrukgebied. Daar zal op de wat langere termijn niet zoveel aan veranderen. En dat zien we ook op de temperatuurkaart terug. Boven onze regio en ten zuiden van ons temperaturen veelal boven normaal begin oktober. Dat betekent normale waarden van 17, 18 graden. Nou, dan kunnen we nog wel eens een dag met 20 graden of zelfs iets meer tegemoet zien in de eerste week van oktober. En ook de nachten zullen relatief zacht zijn, omdat we dus te maken hebben met die zuidwestelijke stroming en vaak toch wel wat bewolking en een enkele bui van tijd tot tijd. Daardoor zullen de nachten ook vooral niet al te koud uitvallen. Gaan we de week daarop kijken, dan zien we dat de rode kleuren zich wat terugtrekken richting zee en richting het zuiden van Europa. Dat heeft te maken met dat zich een hoge drukgebied opbouwt boven Centraal-Europa. En onder dat hoge drukgebied gaat het toch langzaam wat verder afkoelen. De zon krijgt natuurlijk in de loop van oktober steeds minder kracht. En onder zo'n hoge drukgebied kunnen zich ook velden met lage bewolking en met mist gaan ophouden die overdag op sommige plaatsen niet meer oplossen. Nou, onder die bewolking is het natuurlijk een stuk kouder, met overdag misschien nog maar een graad of 12 à 13. Tijdens zonnige dagen kan het nog makkelijk 18 of 20 graden worden. En daardoor valt de gemiddelde temperatuur over deze termijn rond of net een fractie boven normaal uit. Daarbij lijkt het wel wat aan de wisselvallige kant nog te blijven. Met name in de kustgebieden zullen af en toe nog wel wat meer en wat stevigere buien vallen, soms ook met onweer. En dat heeft natuurlijk te maken met dat de bovenlucht wat kouder wordt en het zeewater is nog behoorlijk warm. En dat temperatuurverschil, dat zorgt voor die buienontwikkeling. Wat verder boven land zal het allemaal wat droger zijn, wat meer ruimte voor de zon, mits die lage bewolking dus oplost. En met name ten zuiden en ten zuidoosten van ons, waar dat hoge drukgebied zich ophoudt, zijn de signalen voor droger weer wel duidelijk zichtbaar half oktober. Echt herfstweer lijkt er voorlopig dus niet in te zitten. Even afgezien van de tweede helft van volgende week. Want dan lijken we dus wel in ieder geval tijdelijk met wat meer lage drukinvloed en buien te maken te gaan krijgen. Ik wens u alvast een mooi weekend.